Die 2 minuten, hè, om 8 uur op 4 mei. Ja, dat zit gewoon, vrienden, in ons DNA. Ja, dat krijg je mee. Als kind van huis uit, om respect te hebben. Hè, voor die 2 stille minuten. Want dan ben je gewoon even één natie, zou ik maar zeggen. Ja, klinkt zo verschrikkelijk, maar dat is wel zo. Hè? Dat je dan even het hele land, dat stilvalt, die 2 minuten. Dat we even daaraan denken nog. Aan die wereldoorlog. En ja. En nu opeens moet je gewoon bang zijn. Is iedereen nerveus? Moeten we bang zijn? Of het wel stil zal zijn, die 2 minuten. Alleen dat al. Het idee dat je daar bang voor moet zijn. Terwijl we daar altijd gewoon jaar in jaar uit leefden, gewoon keurig naar die minuten toe. Ja. En dan toonden we ons respect. En nu denk je bij jezelf, oh, als het maar stil blijft. Ja, en Nederland zakt maar verder weg en zakt maar verder weg. Nee, Nederland is Nederland niet meer natuurlijk. En Nederland is de regie kwijt. Dat is het. Nederland is geen baas meer in eigen huis. Dat is het grote probleem. Ja, en hoe moet dat nou verder? Vrienden, en daarom vraag ik aan de politici en mensen die daar invloed op hebben om die 2 minuten eens goed na te denken hoe Nederland de regie weer krijgt.